Iedereen kent natuurlijk de zeehond. Prachtige zeezoogdieren. Iconen van het Waddengebied. Niet iedereen weet dat er hier twee soorten zeehonden leven. De grijze zeehond en de gewone zeehond. De gewone zeehond is de kleinste van de twee en te herkennen aan een kleine ronde kop. De jongen worden in de zomer geboren en kunnen gelijk zwemmen. De grijze zeehond is veel groter en zwaarder en heeft een kegelvormige kop. Het is het grootste roofdier van Nederland. De pups van de grijze zeehond worden in de winter geboren en blijven de eerste weken op het land, want zij kunnen nog niet goed zwemmen. De jongen hebben een witte vacht met lange haren. Zeehonden zijn op het land een beetje onhandig en traag, maar in het water juist heel snel en behendig door een aantal slimme aanpassingen. Een goede stroomlijn voor de snelheid. Gevoelige snorharen om de kleinste bewegingen waar te nemen om in troebel water toch prooidieren zoals vissen te vangen. En neusgaten die onder water sluiten en alleen boven water openen om te ademen. Zo kunnen ze 20 minuten onder water blijven. Plus een flinke speklaag voor de warmte. Het gaat weer goed met de populaties gewone en grijze zeehonden. Er leven op dit moment bijna 30.000 dieren in het internationale Waddengebied. En de aantallen groeien nog steeds. De zeehond wordt wel gezien als een bio-indicator van het ecosysteem. Bovenaan de voedselketen zijn zeehonden immers kwetsbaar. Als er te weinig voedsel is, dan neemt de populatie af. Is het water vervuild, dan hebben juist zeehonden er last van. Als toppredator boven in de voedselketen krijgen zij het meeste gif binnen. De gezondheid van de zeehond is dus een maat voor die van het hele Waddenecosysteem.